Goedemorgen. Ondertussen even de verwarming uit. Het is dinsdag vandaag. Welkom bij een nieuwe vlog allemaal. Ik sta op het punt om te gaan naar een koffiedate. Ik heb een koffiedate met Elise, mijn oude werkgever. En we gaan naar de Canary Club. Even een koffietje doen. En daarna ga ik inkopen doen. Ik ga nu richting de Canary Club en ik neem jullie mee vandaag. Ik ben net weer thuis van de borrel. Ik vind het een heel lief briefje bij de post. Ik ga niet janken. Dat is zo lief. Er staat geen naam op, maar ik denk dat ik al weet hoe iets is. Met een mislukte banaan getekend. Ik word de jankvlogger genoemd, denk ik straks. It's a beautiful day. Let's celebrate. Echt zo lief. Ik ga even degene appen van wie ik denk dat het is. Ik hoop dat ik goed zit. Zo eerst zet ik hem zo nog even aan, maar ik ga er eerst even appen. Nou, ik heb de geheime brievenstuurder gesproken. Dat was van Lil. Dankjewel, Lil. Echt zo lief. En ik ben ook nog eens heel lelijk als ik jank. Maar goed, nee, echt. Kaartje om succes te wensen, zeggen dat ze trots op me is. En dat heb ik gewoon even nodig. Dat zijn echt fucking drukke weken en super leuk. Maar dit is echt heel lief. Thank you. En nu door naar fotostudio. Ik heb eigenlijk niet echt gefilmd bij de Canary Club. We hebben even bijgepraat. En lekker koffietje en theetje gedaan. En ja, was even geen ruimte om te vloggen. Maar ik ga nu naar een fotostudio kijken hoe zij fotografie doen. En even naar langs wat inkoopadresjes. Hey guys, goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Ik ben net uit de douche. Ik was vrij vroeg wakker vandaag. Ja, het is een beetje een rommelende vlog, eigenlijk nu al. Ik heb echt een hele to-do-list, die ligt daar. Ik heb net opgeschreven en ik denk dat ik wel 25 punten heb opgeschreven. Ik ben een beetje chip. Ik vind echt, ja. Ik zou met Marijn ook vandaag een stukje filmen, maar er is iets met haar, een van haar katten. En ja, het is echt heel zielig. Ik weet hoe gek zij is met de katjes. En ja, nu ik zelf ook twee van die lieve poezenbeestjes heb rondlopen, kan je gewoon niet voorstellen dat er ooit iets, ja, gebeurt of ergens is of verschrikkelijk gewoon. Ja, ik ben er echt een beetje naar van. Zij komt niet naar Amsterdam, wat helemaal natuurlijk super logisch is. Die blijft thuis. En wij zouden wat filmen vandaag, ook mede voor de shop, maar dat verzetten we gewoon even. We zien het wel volgende week misschien of die week daarna. We zien het wel, maar ja, het wordt allemaal een beetje aanpoten. En dat is natuurlijk sowieso met de feestdagen. Heb je ineens allemaal dingen die je moet afronden voor het nieuwe jaar. De lijst van mij die wordt er alleen maar langer op in plaats van korter. Dus ik hoop dat ik vandaag heel veel kan aftikken. Ik ga dus voornamelijk hier aan het werk zijn. Ik heb echt iets wat ik buiten de deur moet doen. Ja, alleen wat privé dingen. Dan zien we hoe de dag loopt. Ik ben ook benieuwd wat jullie van de maandagvlog met Broos Marijn vonden. Laat het ook vooral even weten. Ik ben echt heel benieuwd. Het was echt een superleuke ochtend. Ik heb wel enorm zin in de feestdagen. Daar ga ik ook zeker van genieten. Daar ga ik ook echt niet aan het werk zijn. Dus vandaar dat ik nu even ga doorknallen. Ik ga even deze handdoek van mijn hoofd halen. En een beetje aankleden en opmaken. En dan gaan we door aan de slag. Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat ik verstaanbaar ben. Ik ben op de fiets richting de fotostudio. Ik ga vandaag wat foto's laten maken van nieuwe items. 5 om precies te zijn. Maar super tof, want dan kan ik weer verder. Het is heel vroeg, maar dan hebben we wat aan de dag. Ik hoop dat het net hoorbaar was op de fiets, maar ik ben inmiddels gearriveerd in de studio. We gaan 5 dingetjes doen, dus niet heel erg veel. Ik denk dat ik binnen een uurtje klaar ben. En het is dan hier. Met deze lampen en op zo'n tafel. En ik kies dus voor liggende fotografie en niet op een pop. Eigenlijk een beetje bewust
omdat ik dat al heel veel zie. En ik vind dit net weer even, en niet per se vernieuwend, want sommigen hebben het ook gewoon liggend. Maar wel weer even wat anders. Even, en wat makkelijker, wat sneller. Op een pop moet je dat er toch helemaal uit laten bewerken. Dus we gaan aan de slag. Ik ben benieuwd. Zo, ik neem heel even een kleine break. Ik heb lekker gewerkt. Vlog staat helemaal klaar. Het is vandaag donderdag. Ik hoop dat ik dat al gezegd had. Ik ga heel even naar de Golden Brown. Er zit een vriendinnetje Lil en Aisha. Die is daar manager. Even een theetje doen. En daarna gaan we heel even langs een Vintage Heaven. Dat is een event. Ergens hier in de buurt. Tweede Helmerstraat zit het. Geen idee of het wat is, maar dat gaan we zien. Ik neem jullie mee en ik hoop dat ik daar binnen even wat kan laten zien. Want het is wel leuk. En you know I love vintage. Misschien scoren we wel weer wat leuks voor weinig. Dus ik ga snel opschieten. Golden Brown Bar en Wil is even naar de wc en hier is Aisha. Kijk wat, hoe ziet ze er leuk uit, die glitters. Speciaal voor de Christmas. Is het druk hier met kerst? Die zal al vol zitten of niet? Ja, kerstdagen zijn we dicht, maar kerstavond zijn we lekker open. Ja, kerst gelijk. Zelf lekker kerst vieren. En bye bye, we zitten lekker aan een wijntje en we gaan zo naar die vintage zaak waar ik het net over had. Maar ik ben even getackled om nog even een wijntje te doen. Lekker. Tenslotte, het is donderdag. De camera die doet het nog. Of niet? Ja. Ik ging dus net keihard op mijn bek. Echt lang uit over de straat. Ik wilde rechts en Lil rechtdoor en gaat het niet goed. Ho is boem. Ho is boem, boem is ho. Oh, mijn hele heup. Volgens mij is dit blauw. Maar ik ben blij dat mijn tas nog heel is. En mijn heup. Weet ik niet, maar mijn broek wel. Maar we gaan hierheen. Ik zal het even laten zien. Huh? Lukt het, Lily? Nee. Kut slot. Dank voor het lenen, Aisha. Je slut is alleen een beetje... Je slut? Je slut. Ik heb één wijntje op. Misschien is dat die val geweest. Ik ga heel even... De etalage. Het ziet er wel echt heel cool uit. Handpicked vintage. Nou, hij staat je eigenlijk wel heel mooi. Ja. Ik ga hem alleen niet dicht doen. Ja, ik dacht niet dat je het leuk? Ja. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hallo. Het is vandaag eerste kerstdag en we willen graag deze vlog afsluiten. En met natuurlijk een kerstwens voor jullie allemaal. We wensen jullie hele fijne kerstdagen. En een gelukkig nieuwjaar. En een gelukkig nieuwjaar. Maar voordat het jaar afgelopen is, komt er nog een vlog. Aanstaande donderdag staat er gewoon weer een vlog voor je klaar.
dan ga ik de nieuwe winactie aankondigen. Omdat ik mijn goal heb gehaald. Doehee! Yes! Ik heb meer dan 1000 abonnees. We gaan richting de 1100 al inmiddels. Echt fantastisch. Dus heel erg bedankt daarvoor. En nogmaals, hele fijne dagen met familie, vrienden, iedereen die je lief is. En tot donderdag. Tikkekus!